Mutsen, shirts, sjaals. Mutsen, sjaals. Ja, die heb ik al. Art volwassen shirt, 35? Ja. 35. En Geert, vanavond Telstar Helmond Sport. Wat verwacht je ervan? Ik denk wel dat ze winnen. Ik heb op Twitter geroepen 3-1. Dat is misschien wel heel ambitieus. Maar ik verwacht sowieso weer veel doelpunten. Ja, het is bijna niet te bevatten zo goed het gaat. Ben je trots? Ja, wat zeg jij? Geld vervangen van mijn werk. Kijk, dat kan er weer uitgegeven worden. Nerveus voor de wedstrijd? Nee, niet echt, maar ik hoop wel dat ze winnen. Ja, hè? Het gaat goed, hè, dit seizoen. Ja, heel goed. Tijdens de wedstrijd wordt er niet veel meer verkocht, hè? Tijdens bijna niks, inderdaad. Dus we kunnen rustig voetbal kijken. Hoe zijn jullie zo bij de club terechtgekomen? Ja, ik ging al dat ik 4 of 5 was, geloof ik. Ooit met mijn vader voor het eerst heen gegaan. In de Eredivisietijd zelfs nog een aantal wedstrijden gezien. En op een gegeven moment, wij doen altijd van oudsher al vrijwilligerswerk. En toen was hij bij de club ook wat een en ander te doen. En toen, ik heb in het bestuur van de sportvereniging gezeten. We hebben op markten gestaan. Ja, de club ligt de familie aan het hart, zeg maar. Dus, ja, want ik wil net zeggen, want jouw moeder zit aan de overkant, hè? Mijn moeder zit aan de overkant. Hoi. Hoi. Mijn kaart doet het er niet. Ik weet het niet, hoor. Moet ik even naar beneden bellen, dat iemand even kijkt? Zo, even de rust opzoeken. Ja. Nou, ik ben vrijwilliger. Dus ja. Ik doe administratieve taken meestal. En vergaderen maak ik notulen en draaiboek en dat soort dingen. Ja, en wat doe je nu vanavond? Nu vanavond ben ik bij de opwaardeerkassa. Dat is dus de pasjes die de mensen nodig hebben om... om te drinken. Nou, ik kom al bij Telstar vanaf de oprichting als supporter. Toen ontmoette ik mijn man en bleken allebei supporter te zijn. Dus we zijn ook altijd gegaan en onze kinderen zijn ook meegegaan op een gegeven moment. Mijn moeder is hier vrijwillig en mijn vader was het ook altijd. Die zat bij de centen, zeg maar. Die telde het geld en die hielp ook met van alles. En hij is toen in 2013 overleden. En we hebben zijn uitvaart, dat is ook wel aardig. Die hebben we hier ook kunnen houden in het stadion. Dus dat was ook wel heel mooi. Dus het is echt in voor- en tegenspoed, zeg maar. Dat is wel heel mooi, hoor. Ja, als ik hier dan ben of zo, gaat het? En dat geeft ook wel een goed gevoel natuurlijk. Het is niet alleen dat je iets geeft, maar je krijgt er ook wel wat voor terug. Jij zit dan hier en er staan aan de overkant je zoons en je kleinzoon. Hoe is het om dat te zien vanaf deze kant? Ja, dat is hartstikke leuk. Daar ben ik echt heel trots op. Nou, wat goed dat jullie dat doen, zo voor de club. Ja, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk niet eens zo'n hele... Niet vaak dat ik hem mis.